Ja, laten we zien voor de mensen. We zijn er aan het wachten op de tweede link. Hey. Een beetje water erin, het is hier warm. Heb je er maar vast, hey? Wat zal er over zijn hey, vandaag? Oh. Goed. Oeh. Alles oké, okay, voilà. De tweede link is ook geopend, hopelijk. Hey. Want dan straks nog een keer alles op YouTube wordt alles ook sowieso een keer gedeeld. Omdat ik via Facebook nu al opnieuw gedaan op de achtergrond geschoven word. Dus voor de mensen die het niet weten, oh ja, de meeste denk ik wel, met dat we nu al een beetje op de achtergrond zijn, op de achtergrond gezet worden. Ik ga proberen zo kalm mogelijk te blijven, hey, want het is toch een avance om er als dik in te maken. We worden meer en meer wakkerder. Ik ga proberen zodanig veel informatie mee te geven, mijnder. Het is de bedoeling, mensen, het is de bedoeling dat je zelf onderzoek doet. Ik ga een paar mensen zwaar aanvallen vandaag. Ik moet er niet mee in zijn. Het zal allemaal gebeuren vandaag, maar ik zal braaf zijn. Hey. Dus het is wat dat is. Goed zo. Klopt dat iemand op de deur misschien? Oh man, ik heb 2 secondjes. Wacht daar. 2 secondjes, want het klopt iemand op de deur. Hè. Heb je nog even nodig? Ja? Nee? Voilà, goed. We gaan verder doen, lekker dat ik zei. We gaan bepaalde mensen zwaar aanpakken vandaag. Je weet, ik pak nog echt een blad voor mijn mond. Eerst en vooral, als ik wel aan, en dat gaan we nu heel luid zeggen, want dat dan straks dieper op in gaan. Ik zou willen alle mensen die denken, los nog een keer, denken dat ze beter alles weten over soeverein zijn, en die durven schandalig veel geld vragen, ik ga hun namen zeggen, Isabelle Lambrecht, stop met je leugens rond te vertellen en zeggen dat je min rechtszaken gedaan hebt, lekker dan er nog andere mensen binnen. Gewoon die Erik, onze pro, wat is dat, master judge dat ook, die zeggen dat ze alle voorbereidingen gedaan hebben voor mijn rechtszaak. Stop met liegen, stop met uitvragen, veel andere dingetjes. Als je echt recht in de schoen stopt, geef de informatie gratis door aan de mensen en dat ze het zelf en niet afkomen met €50 voor een lezingsje te doen s'avonds. Er zijn nog andere plaatsen ook, wat andere lezingen gebeuren, dat ze €30, €40 vragen. De mensen kunnen nu al niet meer betalen. Ja? Goed. Er zijn er veel die commentaren aan het min, omdat ik zeg maar gratis. Het is de bedoeling dat de info gratis naar de mens gaat. Ja? Je moet stoppen met €50 vragen voor de lezingen. En dan er minimum 35 mensen moeten aanwezig zijn. Dat is dus €750 voor een avondje, voor een beetje uitleg te geven. Dat ik trouwens veel beter kunnen uitleggen door de mensen die ook bij mij achter de scherm werken op dat kinder doet. Maar je verkoopt alle informatie aan €500 voor een pakket en €800 voor een pakket. Stop ermee, want het systeem werkt niet. Ja? Goed. Ik kan één ding zeggen dat de bepaalde mensen, die er effectief ook mee bezig zijn. Mensen, doe je hun eigen onderzoek. Ik zeg dat iedere keer in mijn filmpje, doe je hun eigen onderzoek. En het is ton, maar pas dat je er gaat raken. Want je kunt niet aan het wat beginnen en gebaren of denken dat je het weet. Want zo maak je fouten en steek je zelf nog dieper in de stront. Je zit een hoop geld kwijt, kost je een fortune. De mensen die ervoor geld vragen, steen hun geld in de zakken. Als je dan nog een keer terugbelt voor een beetje info, wordt het ook niet meegedeeld. En toen komen ze achternaar, ze bellen toen nog min, ze sturen toen een mailtje naar wij het volk. Ja, ik ken dat en dat en dat, en mag verstanden niet veel van, maar kun je het zelf doen. Mensen, ik zie cru, als je dwaas zit voor te verstaan, begint er niet aan. Doe dan weer verder met de resten van de schaapjes. Hé. En je gaat wel zien, de komende weken gaan nu heel hectisch zijn. Want alles staat op ontploffen. Ja, alles staat op ontploffen. Hé. Mensen doen hun eigen onderzoek. Het is wat dat is, zeg ik altijd. We zijn al een jaar nog, 2 jaar bezig met alles uit te leggen. De mensen geloven nog altijd niet. Al de trolletjes die op de tv of Facebook bezig zijn. Like, I don't give a fuck. Ja. Het zijn 15, 20 dus mensen die me volgen op allebei de kanalen, zelfs meer. Het interesseert me niet. Je moet niet komen met domme vragen. Als je zelf te lui zit voor een onderzoek te doen, ga je er niet graag. Het is heel simpel. Het zijn 3 stappen. 3 stappen, ja. Goed.
Ik geloof Roost ook, en ook commentaar van ik ga naar daar, ik doe het meeste onderzoek. En doe je er vast, tomorrow gaan er vele verschijnen, maar morgen nog, morgen rond de middag, ga ik weer een berichtje sturen waar dat naartoe gaat. Het gaan er vele weer achterover vallen, maar we zijn met goede dingen bezig, met veel wakkere mensen wereldwijd. Ik zeg het nog een keer, ik heb als levenswijst al gesnoekeren, of nu een goeie of een slechte worden, I don't care, maar de contacten zijn gelegd. We zitten overal wereldwijd en dat is een positieve ding dat je zegt dat ieder leven is een ding en bepaalde mensen komen op je pad. Dat is de reden dat ik van het leven moest nog gaan snoeken. Het is wat dat is. Goed, ik ga nu even kort beginnen over de mensen die willen soeverein zijn. Ja? Het is heel simpel. Doe je onderzoek mensen en als je wil leren, goed. Ik ga nu sowieso, kijk, want morgen zit ik terug weg voor 10 dagen. Morgenochtend ga je wel weten waar dat naartoe gaat. Voor de mensen die willen op de info zijn, doe je onder onderzoek. Christopher Hauser, schrijf dat op. Zet het op pauze de volgende keer en bekijk mijn filmpje. Christopher Hauser en David Lester Strait. Begin ik met die mensen op YouTube op te zoeken. Ja? Simpel, zoek ze op. Luister naar hetgeen dat ze vertalen in de film. Luister, simpel, opschrijven, maak notities. Ja? En toch ga je het al een beetje verstaan. Ja? Dus dan ik hoop dat je binnen 2 weken, like of dat ik de info ook allemaal veel vroeger al een beetje opgedaan heb. Het was nu heel extreem in Paraguay. Ik had een beetje meer of 50-60 uur. Meer of 50-60 uur. Dat is in het 5e afhoud. Sorry, wat zeg ik? Met de reclame erbij zijn dat 50-60 aflevering is van familie. Dus, dus ja, doe de moeite. Doe je onderzoek. Leer er een beetje bij. En dan ga je met positieve vragen afkomen en zeggen hoe dat effectief werkt. Omdat straks in mijn filmpje, wat ik zeg, ik heb een hoop informatie voor nog mede te delen voor de mensen, dat ze zelf een onderzoek kunnen doen en hoe dat effectief allemaal werkt. Ik kan altijd zeggen dat we allemaal al vallen onder de US, US citizens. Ik heb daarvoor ook al mijn rijksregister en mijn nationaliteit, dat we effectief over ons rijksregister bezig zijn, dat we er volledig uit het systeem moeten stappen. Dus bij deze, vanaf vandaag, ben ik heel fier dat ik volledig uit het systeem gestapt ben. Ik heb mijn 2 EAN-nummers, voor de mensen die dat nu al zeggen, EAN-nummer, wat is dat? Dat is voor meer mensen Chinees. Ik ga nu ook niet zeggen wat dat betekent. Zoek het op. Voilà. Het is iedereen die wil moeien, die een beetje zijn gedacht wil zijn. Maar bij deze EAN-nummers, dus EIN-nummer. Ja, voor de mensen die niet weten wat dat is, komt er straks nog een tekeningje maken op mijn bord. Wat dat effectief betekent en hoe dat systeem allemaal werkt. Dus bij deze, vanaf vandaag, is Hans officieel dood. Maar hij zei... Ik weet het, maar hij moet stoppen. Je stopt er wel, zwart. Dus bij deze... Vanmiddag het telefoonnummertje nog eens liggen naar Amerika. We zijn er allemaal bij voor de mensen die een klein beetje onderzoeken, gaan het allemaal snappen. Dus uiteindelijk de meneer Blankaart in hoofdletter, de slaafnaam. We zijn geleidelijk aan het doen, maar voor de mensen kun je niet genoeg zeggen. Doe je een eigen onderzoek. Ik heb nog een keer, ik ga een beetje traag klappen, maar dan is het ook alweer heel scherp voor de boel te doen ontploffen. Christopher Hauser, David Lester Strait. Kun je zoeken op www.legalibus.com en op YouTube. Tik dit simply en tikken. Christopher Hauser of David Lester Strait. Bekijk ze filmpjes. Neem je tijd. In plaats van zacht naar een serie te binge-watchen. Prioriteit, mensen. Ja? Want het is maar om allemaal samen te doen dat dat spelletje verandert. Ik kan dat ook al 20 keer zien of 100 keer zien. Het is maar ton dat we samenkomen. Goed. Van ondertussen, ik leer het wel voortaan. Dat kun je ook zoeken op internet. Ja? Hier. Google belastingsverdrag tussen de VS en België van 2006. Ik zie heel leuk dat ik vertaal. Tik het in op Google. Google is er gemaakt voor ons een beetje slimmer te maken. Dus voor alle schaapjes die slapen, tik vanavond Google in het belastingsverdrag tussen de VS en België vanaf 2006. Ja? Goed. Goed. Wat je ook kunt doen, kun je ook terugvinden onder de IRS government. 2006. Hier staat alles dat we inzonen, wat dat er in het verdrag staat er allemaal in, wat dat allemaal moeten doen met ons klein landje België. Staat er allemaal in, voor beter leren, wat dat de term person includes, an individual, an estate, a trust, a partnership, a company, and any other body of persons. Ja? Dat wil dus zijn dat we allemaal handelswaar zijn, en dat we als persoon gehandeld worden in België. Staat erin. Doet de moeite, mensen. Het zijn een paar paginaatjes, maar voor de meesten had dat alweer te veel. Is je moet te lezen. En ze hadden een berichtje sturen naar mij. Hans, dat verstopt niet. Lees het. En kom dan een keer weer.
Van de morgen een paar clausules voorlezen die erin stonden, maar ik heb het in het groen gezet. Hé. Prachtig. The term Belgium means the kingdom of Belgium. Hé, ik kan ook al gezegd dat België geen land meer is, dat dat de VZW is. Kun je ook erin trekken. Zoek het op Google, RSZ, VZW, belasting aan heften. En heften, not the staat, zwart. Hé. When used in geographic sense, such a term means the territory of Belgium and includes the territorial sea. Zee, land, zee, air. Je hebt onderzoek, komt het zelfs op neer. And the scaped and suboil, and the super ascent, what it, waters of the adjacent submarine areas beyond the territorial sea over which Belgium exercises sovereign rights in according with international law. Ja? Dus dat wil zeggen dat België volledig, maar volledig onder de US, wat is hier, onder de US, oh man, ik zie het op, mag dat niet helemaal kort zijn. Ja. Wat? Ja, maar hier had dat nog een beetje genaamd, ik vond dat heel duur. Goed, onder de United, onder de Verenigde Staten, onder de EU. Dat is ook zo'n twadde, ik ga dat hier dan ook doen. Mensen doen de moeite voor dat ik het te lezen. Men heeft dan ook het verdrag, ik kan dat ook terugvinden, van het jaar 1947, kun je terugvinden. Googled, United Nations Treaty Series, dat is opgemaakt in het jaar 1947. Ja, nog dichter, voilà. 1947, kun je opzoeken in Google. Kun je ook vinden onder het Schaaf-verdrag. Kun je ook vinden, tik het in, Schaaf-verdrag. Onder EU, onder de Verenigde Staten. De verdrag dat we tekenden in 1947. De meeste mensen weten dat, dat is juist achter de Tweede Wereldoorlog, voor de die nog niet een beetje wakker zijn. Het staat er dus effectief: any other lands and building which may form from time to time be included therein by supplemented agreement with the appreciate American authorities. Dus kort verteld wordt alles wat dat België wil beslissen, moet toestemmingen vragen aan de Verenigde Staten, ja, die onder effectief onder de US vallen, moet altijd toestemmingen vragen voor gelijk wat dat ze doen. Het is daarom, België is een corporation, de politiekers vallen onder de corporation en ze moeten zich altijd verantwoorden onder de Verenigde Staten. Verkeerd, je moet zeggen. Hè? Ja, goed, voilà, dat is het. Dus uiteindelijk, en hier staat er ook een artikel, staat erin, mensen, je kunt dat allemaal terugvinden. Staat er, United Nations means the international organization established by the Charter of the United States, of the United Nations. Ja? Dat valt onder alle bevoegdheid, goed, waar alle bevoegdheden vandaan komen. Dus gelijk wat voor politiekers, vooral de mensen die pezen van de politiekers, dan zien ze het goed voor ons voor hebben. Dikke zeevrij mensen. Ze zien nu al meer en meer vullen uitkomen naar buiten. Normaal ging de regering ook vandaag van onzeker. Of ze ging dat toch proberen. Het is niet gelukt. Met ons konnerke. Maar ook als de vullen uit die naar buiten komt. Eerst was de meeste mensen zagen allemaal. De eerste die in de media de waarheid vertelt. Blijft meestal zo duren. Maar als kondertje. Het is in het verkeerde gat geschoten. Letterlijk en figuurlijk. Gisteren niet. Met zijn kindermishandeling die naar boven komt. Het is wat dat is. Dus zeggen ook, okay, mensen, doe je onder onderzoek. Dat is ten eerste. Ik ga nu even nog een keer kort. Hier staat er ook in. Dat vandaag, maar normaal, dat ik niet te ver vooruit loop. Hier op de achterkant staat er effectief ook in. Fluo-dingetjes. Op pagina 16, anders uit 20, 1947. United Nations Treaty Series. Goed lusten, die mensen. Staat er in, zwarte pet. Goed. The United Nations shall make arrangements for the operations of the services referred to in this section with the International Telecommunications Union. Yeah, the appropriate agencies of the government of the United States and still the appropriate agencies of other affected governments which regard to all frequencies and similar matters. Dat wil dus zeggen dat Amerika alle media die effectief doet, valt onder de American International of the United Nations. En alle media die allemaal betaald wordt, staat erin, wordt allemaal betaald, de United Nations, om te liegen en te bedriegen tegen alle mensen. Zijn die laatste in Canvas, is hier ook gezegd dat 70% nog altijd naar tv kijkt. En als ze het geloven, mensen draaien heel de boel om. Dat wil dus zeggen, want ze blijven de mensen dus brainstormen met die fucking tv. Dat er uiteindelijk nog 70% de tv gelooft. Tegen iedereen dat ik klappen,
Gelooft de media niet meer, totaal niet meer. En hier willen ze nog een beetje schone klappen. Voor die laatste schaapjes die nog luisteren, dat is die 30-35% die nog altijd de media gelooft. Die 300% moesten zeggen van morgen moet je weer een masker dragen, die weer een masker gaat dragen. Hey. Onze 20-30% die de verleden niet meedoen. En toen hebben we nog 30-40% die aan het twijfelen is wat voor kant dan zo. We zijn al blij dat ze de vaccinaties niet meer gaan nemen. Sorry, ik zie niet aan het spuren. Hè. Dat is de volledige over. Dat is kom. Maar ik heb zo dan veel informatie. Ik wil er nog maximum eruit halen. Goed, dat ze zoveel mogelijk mensen nog willen omleiden naar de zaaste ding. Zijn nu ondertussen de, als je sommige gebouwen zien dat je niet meer kan huren. Like de grote... wat dan ze feestzalen en allemaal doen, waar dat de mensen effectief terug de vaccinaties gaan proberen toe te dienen. Ze zoeken ook, lekker wij zien, kunt iedereen de vacatures staan open voor terug de vaccinaties toe te dienen. Mensen, uit een deen gelooft, je zit er niet bij. Ook een voorbeeld, men al 100 toeskeren, zei ook van de Titanic, dat klopt ook niet. En nu is nog een ander bootje er naartoe gestuurd, met de riksten van Afghanistan, met een boos samen van dat bootje. Dus dat is ook weer het wat die zet te stinken van hier toe in Timbuktu. Dus dat klopt eigenlijk ook niet. $250.000 voor de riksten die dan naar beneden gaan. Ze waren met fuffen. Er zal wel weer wat uitkomen. Maar de toekomst zal het wel weer uitwijzen. Ik zeg altijd. De tijd heeft altijd raad. En alles komt altijd uit. En karma is a bitch. Eh? Dus goed. The Operation American Authorities will on request of the United Nations make arrangements. Dat wil ook zijn dat de United Nations over alles die media... naar buiten moet komen, zij eerst hun toezeggen moet geven dat effectief uitkomt. Het is daarom dat CNN en alle grote tv-zenders in Amerika niet altijd de waarheid geven, like als de bosbranden geweest zijn. Hey, ik heb het ook bewezen, ik heb op Pepa Sterre geweest, dat klopte niet, ze zijn het nu te doen. De bosbranden in Bordeaux, ik heb er ook naartoe gereden, dat klopte ook niet. De overstroming heb ik ook naar de ding geweest, ik heb er naartoe geweest. Hey, ik heb gezegd, achter mijn filmpje in Bordeaux, dat door een brandweerman was, dat in branden gestoken was. Het was ook gewoon een week later ook weer gekomen. En ze toch toegeven dat de brandweerman was, want ze kost dat niet meer wegsteken. Dus er zijn zodanig veel weet, de bosbranden, hey, die overal tegelijkertijd, er stond filmpjes in dat tegelijkertijd overal de bosbrandjes op hetzelfde moment in branden schieten. Mensen, ze willen ons doen geloven, het is allemaal een fake. Het is daarom dat ik zeg, mensen doen hun eigen onderzoek, doet de moeite voor zelf wakker te worden. Hey, en maak je mee maar uit voor een klauw of gelijk wat hij allemaal doet. I don't care. Ik heb het al gezegd. Ik ga ook proberen. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Ook hier s'avonds een beetje andere dingen zetten te lezen. Ik heb een paar dingen genoteerd. Hey, mensen, allemaal met hun zelfbeklag. Hey. Alles is aan hun zelf te danken. Ja? Hey, van, ik kan dit niet, ik kan dat niet. Oh, en dit. En weet je wat? Kom een keer uit je in de zetel. Dat is al ten eerste. Hey. Denk alleen alles en altijd dan positief. Hey, ik heb het hier ook opgeschreven. Ik heb een beetje gedaan, maar zijn Hans van Rolde positief. Ik denk alleen maar positief. Hey. Wat zijn er die velen zijn van, ja, in de winter ik hoort het zeer aan mijn rek. En in de zomer ik hoort het mijn neus die loopt. En alle zomer ga je neus lopen. Maar iedere winter ga je zeer aan je rek aan. Hey, kak je dat probleem wel niet. Maar ja, hou eens wat. Hey. En doe het wel met je onder tijd. Ja? Doe het een beetje zelf positief. Ik heb het al gezegd. Hey. Christopher Hauser. Gewoon uw dingen zijn. Gewoon ook eens een naam zijn. Voor die het nog niet wel hebben geschreven, schrijf het een keer op. Christopher Hauser, David Lester Strait. Ik kon het nu weer heel nog mailtjes aan. Ah, mijn Hans, ik verstond niet. Weet je wat? Kijk dan 10 keer opnieuw. Ja? Het is dan van een goede film, moet je ook 2 of 3 keer opnieuw bekijken. Van, ah, dat had ik niet gezien, of dat had ik niet gezien. Doe 10 keer opnieuw, want het is gemakkelijk. Hè? We kunnen het niet, we gaan een mailtje sturen naar Hans, en Hans zal het oplossen. Doe onder eigen onderzoek, had gezien vorige week in Paraguay, in Cape Verde, zat ik de deuren. Ik word een emotioneel wrak. Ja? Want ik zit nog veel dieper op dat hinder, met al in de child trafficking, zijn sommige filmpjes dat ik niet wil online zetten, dat ik gewoon niet al geloven, dat de kinderen gefolterd worden, dat ze gebruikt worden voor offers. Mensen, je wilt de filmpjes niet zien, hé? Dat de kindjes zijn steeds niet in, je wilt het niet zien, hé? Wat gebeurt, hé? En nu komt alles naar boven. Nu verklaar ik me zot, maar ben 6 maanden, het was zelfs zo lang niet duren, onze pedofiele dingen daar, hé? Onze Joe Biden daar, zijn zeunen. Het is erover. He. Ze hebben er al een hele boek van gemaakt. Van al zijn kinderen, slachtoffers, offers dat gedaan heeft. Het is gewoon mega niet normaal. He. Maar alles wordt verzwegen. Dus zitten er ook al heel dieper in. Die mensen die spreken, Hans Hetteloor, hoort over de tunnels. Been there, done that. Ik weet het alles over de nacht. Ik weet het alle geheime tunnels. Ik weet het over het Vaticaan. I know everything. Ja? Ik heb het allemaal gelezen. Ik heb het allemaal gezien. Ja? En doe ook de moeite om iets op te zoeken. He. He, en toen achterna moet je niet komen klagen. Ja, maar Hans kwestie niet. Dus van oké, ik zal proberen het slim voor een beetje te doen. Mensen, wees niet lui. Doe de moeite. Lekker dat je ziet, s'avonds. Er is bijna niemand die nog naar buiten komt.
die nog met zijn gebeuren klapt, en ook stopt met de schuld op iemand anders te steken. Ja? Prioriteit. Om we daarmee beginnen, eerst met onze zaven beginnen, stop met de schuld op iemand anders te steken. Ja? Goed. En stop met het geloof in onze politiekertjes dat ze ons gaan redden. Mensen, no way. Ik kon straks tonen op het bord, ik kon ze iets wissen hoe dat systeem eigenlijk werkt. En het zijn drie stappen, mensen. Voor er volledig van af te zien. Ja? Eerst zijn er een beetje bijscholen. Ik ga nu een andere stap geven om te tonen hoe dat effectief allemaal werkt. Dat we van alle miserie afzien. Ja? Goed. Maar de politiek is hem niet. Als we allemaal het samen doen, kun je dat hier morgen stoppen. Je gelooft het niet, maar het is zo. Als we allemaal een klein beetje onderzoek doen, de mensen moeten gewoon terug naar school. Moeten we nog wel weer terug op een schoolbankje gaan zitten en weer achter een akkoord lessen van? Nee. We moeten dat hier, dat ze geblokkeerd zijn, met al hun vullen uit en heel dag naar tv te kicken en alle andere zot heen. Ten eerste ons lichaam zuiveren. Een beetje spiritueel gewoon, verkloren met zot, ja of nee, doet de keer mee. Het is heel anders. Weer contact zoeken met positieve mensen en je gaat zien dat er andere positieve mensen op je pad komen. Ja? Eerst zelf positief, maar we zijn er mee bezig. Dus, ik ga het anders aan. Als er andere mensen mij niet leuk vinden, you know what? Fuck you, vent. Fuck you, bluf depressief, I don't care, pak de stekstje touwen, hang in up, doe ermee wat hij wil, I don't care. Maar zet met de sun dat ik het niet meer zeg, ik zeg het gewoon. Stop met jezelf beklag. Want ik kan dat niet, en ik ken dit. Stop met jezelf beklag. Ja? Ik kan hier ook geld aanklaan. Doe ik dat niet. En het commentaar dat ik nog mijn kop geslingerd kreeg, dit is is er volledig over. Want anders zijn, als ze niet willen lusten, als ze wel niet bezig zijn, is het als niet waard zijn voor je vriendje te zijn of bij je te zetten. Verbind je met mensen, als je toekomt, die stralen. En de oogstjes blinken dat ze blijzen naar je zien. Zoek toch contact mee. Ja? Zoek toch contact mee dat ze blijzen naar je zien. Niet in die zin, oh, je is door weer. Ze zitten hier, dit is meest net met terrassen, die land aan en klaar, en ze zien de notwijn nog niet geparkeerd. Yes, de wedding club, bla bla bla. En het westen kan loten, er zit een stoop aan tafel met een big smile. Mensen zijn het niet waard. Zwart, oké. Zalig, het is makkelijk. Goed, zwart. We zijn er bijna, mensen, man, hier toch nog doen. En op de teenstek, weet je wat, schakeld af, kijk naar familie, je kan nog een over, kijk naar dood, het gaat misschien interessanter zijn, dat Veronique die weer zit, is er een meteen of het andere, maar hou wat, het is wat dat is. Neem je verantwoordelijkheid en werk aan jezelf in je eigen kennis. Dan heb je je eigen kracht en je verantwoordelijkheid en de kracht om anders te gaan leven. Wat wil ik daarmee zeggen? Geloof in jezelf en train je hersenen. Ik had ze ook de eerste 20 jaar niet gebruikt, maar eigenlijk zijn in het oorlog waar ik ook altijd wel, net CLA Hunter, maar nu de laatste paar jaar, zie ik serieus aan het bijleren en hoogsvat. Dus ja, en train je hersenen naar een nieuw leven en een nieuwe start en ga de strijd aan zonder angst en zonder haat. Ik heb een beetje opgeschreven, niet? Goed, ik heb even kort nog hier over mij, ik kan dat ook hebben geschreven, dus wat dat er heb. Je mag lachen met mij, met wat, nog niemand heeft er al het ene van alle andere dingen het tegendeel bewezen geen dat gezegd hebben. Het was nu over de COVID, over de verbrandingen, de bosbranden. Ik heb er naartoe geweest, of de windmolens, ik ook overal geweest. Ze zien nu aan het zeggen dat de windmolens hier, dat windmolenpark kapot komt. Ze zeggen nu dat de visserij kapot komt. Het zijn wel studies geweest, dat ze in de tijd in Nederland ook een soort sensor op de bootjes zetten als ze gingen gaan vissen. En dat ze dan die gegevens opgenomen hebben, dan de vissers vele visvangsten. Daar hebben ze de windmolenparken gezet. Verklaar je me maar zat? Maar het is zo. Maar ondertussen is de Nederlandse visserij volledig kapot. Goed. Ja, het ene van alles wat ik heb gezegd, alles wat ik doe, is voor mijn kinderen. Ik kan nog een keer erin timmeren. Los van alles zal ik blijven strijden, ook al zegt mijn lieve dochter, papa, stop het met strijden. Waar ik op antwoordde, ik kan het niet. En ze zullen nooit moeten zeggen, onder papa, onze papa heeft niets gedaan. Hoe moeilijk het ook is nog steeds. En nog steeds is. Het zijn de meeste Hans gaat een harte, maar ik kan wel een harte. Maar ik hoop dat binnen een paar jaar, toch zo lang zelfs niet meer deuren mensen. De komende weken gaat alles escaleren, je gaat wel zien. Maar ik zal nooit stoppen tot de dood voor een goede toekomst voor hun en hun toekomst van hun kinderen. Ja. Dus je zult ook nog veel dingen, ook dikken ze het wat posten ook, wel is het nu over de aarde die plat is, of verliek wat dat ook allemaal is. Mensen, er zijn genoeg wiskundigen, leraars die jaren op school wisten, die het bevestigen, want die worden allemaal op de achtergrond, ze worden gecensureerd, niks mag naar buiten komen. Dus alles wat dan de mensen doen, zijn de dingen die naar me lopen, maar met een andere, Klaus, weet wel, als meneertje Van Ransdor en Van Hucht, je ziet het die ook niet meer, die mensen zijn er gemakkelijk voor te liegen en te bedriegen. Goed, oké. Dus dat heb ik een beetje allemaal gezegd. Wat is dat? Ik heb nog een berichtje.
Ah ja, zo. Anders zou je het ook wel kunnen vinden op www.realitystory.com. Real History, ja, Real History, www.com. Want daar had ik het met. Ik had dat zo in. Daar kun je ook alle gegevens terugvinden op de echte geschiedenis. Voor alles, mensen van veel hun ogen openhalen. Goed, maar nu komen we eraan. Hè. Dus ik ben dinsdag ook terug naar de rechtbank geweest. Voor de mensen die het niet weten, men alles gefilmd. Ja. Met me terug de rechtbank doen verdwijnen. Ja, hé. Ik en onze Danny Boys hebben dat daar gegaan. Dus met nog een paar andere wakkere mensen. Ik ga die mensen nu niet noemen, want uiteindelijk, als er iets gebeurt met mij, zijn er nog mensen die gaan verder doen. En mijn honden effectief wel geraken. Zijn we terug naar de rechtbank gegaan. Ze zijn terug opgetrapt. Ze zijn toen iemand die door de security moest doen, voor ons te doen verwijderen. En toen hebben we nog achter bewezen, wist dat de griffie, met alles gefilmd, mijn hond wel in een pakketje steken, had alles een beetje rond is. In de rechtbank, en toen waren er 9 politieagenten of zo, die toen in de hang gelopen hebben. Ze waren niet van Brugge, de gasten, dat is ook altijd zoiets. Als er zo'n evenementen gebeuren, is de politie nooit van de stad van wat je zei, maar ze komen van ergens anders. Lekker omdat ze de politie oproepen in Luik voor in Brussel te gaan timmeren, en de politie van Brussel oproepen voor in Luik, omdat ze de mensen niet kennen. Dus hier in Brugge, als er hier evenementen gebeuren, zitten ook polities van buitenaf, omdat ze dit dan op de Bruggelingen zo kunnen timmeren. Maar ja, hou zwart. Het is wat dat is. Een slokje water drinken, hoe je er vast die mensen. Want het topste moment komt eraan. Ik ga mijn bordje vrijmaken. Hey, wacht 2 seconden. Ondertussen zie je het ook van Sandadia. Hey, dat is ook een grote schande. Dat ze de jong er ook. Hey, de studentengroepen iemand mogen vermoorden. En dat allemaal in de doofpot gestoken wordt. Omdat niet te betalen is. Hey, cassatie en alle rechtszaken. Het is daarom mensen. Ik ga het nog een keer zeggen. Die onder moeite. Christopher Hauser. Kijk er naartoe. Dat zijn de eerste 2. Er zijn nog andere mensen. Maar mogen met dat. Dat je het een beetje snapt. Dat je niet 10 mails moet sturen naar mij of berichtjes sturen van Hans, ik snap dit of dat of Hunter niet. Doet de moeite voor je onderzoek te doen. Maar het opschrijven, ik ga mijn best te doen. Ik ga laatst kijken wat staat er nog op. Nu uit het nijste, is 2 die samen sterven, de rechtszaak. Hebben we gedaan, justitie, systeem is onbetaalbaar. Ik ga ondertussen ook nog even reclame maken voor onze barbecue. Zou wij zeggen, het is voor de Kings Club. Sorry mensen, we doen het al 10 of 11 jaar. Voor de ouders van een vermoord kind. 15 juli is terug voor de Kings Club. Het is maar 1 dag. Hé, omdat er al moeilijke tijden genoeg zijn voor het personeel. Gaan we 1 dag alles doen. Springkasteel, live optreden. Er gaan ook veel wakkere standjes zijn. 15 juli. We gaan beginnen om 10:00 of 11:00. Hé, rond de middag gaan we eraan beginnen. Tot 's avonds laat. Het volgende evenement wat ik ook volledig steun. Hart voor onze kinderen. 23 september. Om 15 uur in Gent. Sowieso gaan we weer aanwezig zijn. Hé. Pardon. Ik hoop dat allemaal een beetje op. En wat ik ook ga doen, ik ga sowieso een nieuwe vrijheidsactie doen. In september zit ik ermee bezig. Ja. Ik ga het zelf doen, want er zijn ook andere mensen die commentaren. Ja, dan deen mee. Mensen, het is voor onze eigen vrijheid. Het is niet voor dit of dat, niet voor de COVID. Het is om me gaan tonen, dat we nog een keer gaan aantonen naar de mensen toe. Dat we effectief niet vergeten zijn en dat we gaan blijven strijden tot het bittere einde. Want sinds veel, ja, het is gewoon weer en we gaan niet meer naar de bunt komen. Terwijl dat gewoon weer is, mensen, ze is achter onze rek bezig. Alles aan het inkaderen en ons nog meer op te sluiten. Je moet daarvoor niet slim zijn. Kijk gewoon s'avonds de 7e nacht en de kind op bunt. Alle zaken die failliet gaan ondertussen. Die de zaken en de papieren en de boeken dicht doen. Maar in ons Ronse winkeltje ook hier, de Blankbaarse Steenweg, gaat ook dicht doen. Met een beenhoor die ook gaat toedoen hier, de 6 weken verlof. En toen had je nog 2 dagen open zijn. Een krantenwinkeltje die ook in pensioen had. Het is niemand die het wel dacht te doen of overpakken. Ze raken ook aan hun personeel. Maar ik zeg nou, oké, we zien wel of er dan we minder springen. Maar we gaan blijven strijden tot het betere einde. Goed zo, wanneer even kijken, dat ik hem even wegpakken. Ja, om te proberen uit te leggen. Simpel en goed. YouTube, allemaal weg. Goed. En ik ga even proberen om de camera alleen op 10 moeten omhoog doen. Voor de mensen die instappen. Dus uiteindelijk, het systeem is een stiftje. Ja. Ik kan proberen heel snel. Ik kan ook niemand aanvallen. Mensen nog in de omhoog beginnen te zoeken en te doen. Had effectief, lukt alles. Hey. Uiteindelijk, het systeem waar we nu mee zitten. Ja. En je effectief daarachter. Hey. Ja, rechter voor de mensen die het niet kunnen lezen wat dat is. Toen hij de staat. Een ander kluitje pakken, want ik kan al veel met mijn blauwe stilletje schrijven. Toen hebben we de staat. Ja. Goed. Wat over soeverein zijn die mensen. Het zijn dat systeem nutten. En toen hij de executeur. Executeur. Wat die zuster geschreven is,
Tot hier of daar, wanneer we zeggen, ja, het is een RMR of een SMN'de. I don't care. Ja? Goed. En dan hadden ze hier daarachter de staat, de executeur. Dat is het rechtssysteem voorlopig nu in ons mooi Belgietje. Effectief. Dan heb je hier Openbaar Ministerie. Ministerie, ja. Hup. Zeggen, oké, okay, moet ik hier wat geschreven is. I don't care. Ja. Hey. Dan heb je de staat. Ja. En hier moet je onderwerp zijn. Beneficiair. Voor de mensen die niet staan. Beneficiair. CR. Dat is ook wat. EER of zo. Begunstigde. Hey. Beneficiair. En dan heb je hier aan de andere kant. En hier dan uiteindelijk. Normaal gezien hier uit de trustee. Ja. Dat is het systeem dat mij zit. Dus wat gebeurt er? De rechter, de staat, de executeur. Hey. Is de trustee, dat is dan zoals heet Blankaart Hans. Eh? Blankaart Hans, zo gezegd hier, Blankaart, hoofdletters, slaaf. Eh? Ja, want er heb je gezegd. Eh? Blankaart Hans, eh? Mijn naam speelt wel geen rol. Eh? Want het is geen schoonheidswedstrijd voor te schrijven. Blankaart Hans is hier. Dus wat gebeurt er? De staat, eh? Of de executeur, ja? Heeft alles aan meneer Blankaart. Eh? Blankaart, die moet alles betalen voor de beneficiair. Die toont uiteindelijk weer naar de staat op. Dus de staat zegt, ja meneer, het erop geen boete. Meneer Blankaart Hans van betaal. Ja, dat gaat dan allemaal weer naar hier, de staat, beneficiair, hetzelfde. Ja, dat is het systeem wat we nu is. Hè. En zit het vandaag, hè? Zit het vandaag, moet ik er weer wegdoen, ja. Probeer het zo makkelijk uit te leggen, zo simpel. Maar we gaan dat nu even doen, we gaan toch kijken hoeveel mensen dan de moeite doen om zich erbij te scholen. En gaan we dan als ik terug ben, binnen een week of twee van mijn volgende locatie, gaan we terug een mooie lezing doen. Gratis, mensen, gratis. Het 50 euro de man, en 500 euro voor het pakketje. Als je daar een beetje doet, en we gaan dan zien hoeveel slimme mensen die dan effectief mee naar hier komen voor dat te doen. Dus waar zijn we nu uit te? Wat is nu, vanaf vandaag? Dat is heel simpel, Is de staat stond in nu is dat Blankaart Hans goed heel mooi ik ga het niet volledig hebben maar al je EIN number 98-6 staat al heel de nummer maar ik ga het niet hebben maar natuurlijk niet voor iedereen maken maar. Goed, dat is de eerste kijk goed die mensen. Ja, het vorige filmpje, het vorige ding was de trustee. De trustee nu, vanaf vandaag, ja, is dat hier? Goed kijken, hè? Is die Blankaart Hans? Hans? Blankaart. Voor de mensen die het niet weten, Blankaart Hans. Slaafnaam? Is mijn trust. En mijn trust, hè? Wat is dat? Ik weet het, wat ik zit erop. Rusten, chill. Man. Blankaart Hans is het trust. Ja, ik kan het doen, anders had je samen aan moet eerst zijn. Ik kan dat dan zo'n beetje wel doen. Ja. Hans Blankaart, goed kijken, vanaf vandaag. Ja, en nummer. Streepje 1. Ja. Voor de mensen die dat zoek doen, de 6 en de 1 plus een nog een rotternummer. Heel belangrijk. Ja. Hier is onze trustee. Ja? Goed. En dan hier naar links van me. En we dan uiteindelijk hier. De beneficiair. Hé? Je bent voordeel goed. Goed kijken, mensen. Dat is de max, je bent. Goed zo. Goed kijken dat ik het schrijf, nee. Dubbel punt. Ja? Dan Hans. Koppelteken. Etienne. Koppelteken. Monique. Ja, dat is mijn vrouwelijke kantje. Dat is mijn tante. Verstaat je? Ze zijn ook uit de kast gekomen. Nee, verstaat je een beetje? Oh ja. Hans, Etienne, Monique. Dubbelpunt. Ik kan drie dagen eronder schrijven. Blankaart. Goed. Dus voor de mensen die nu stappen. Nu, vanaf vandaag. Dus mijn Rijksregister of de meneer Blankaart, de firma Blankaart, volledig gedaan. Dus wat gebeurt er? Dus nu is de firma, dus het goede examen, de firma Blankaart, ja,
Blankaart Hans. Dus ik gebruik, hier, de trustee, gebruik de firma Blankaart, hier, voor hier met mijn EIN-nummer, voor zaken te doen. En de beneficiair is hier nog altijd Hans Etjerme Blankaart. Dus uiteindelijk is het allemaal, werk ik voor mezelf. Ja? En niet voor de firma of de Belgische staat, waar dan ze ons in pushen. Dat we dan in de vorige filmpjes ook gezegd hebben, dat we allemaal het bedrijf zien en dan corporaties zien. Kent u wat het? Die onder onderzoek, kijk naar de wetgevingen, hier in 1947, ik ken dat ook al gezegd. En dan hier ons belastingsdocument, waar zien ze? Ja, wacht even, Mathieu, doe maar ook allemaal weg. Nee. Ja, hier. Goed opzoeken, die mensen. Het is heel simpel, hè? Google, belastingsverdrag tussen de VS en België van 2006. Ja? Dus dat wil dus zeggen dat ik vanaf vandaag, ik zit er heel fier op, met een Big Five erheen, het is een beetje moeilijk gewoon, maar naar Amerika gebeld ook, en we zijn alles aan het regelen. En daar zit het dan, mensen, daarom, om in de rechtbank gewoon, ja, is het wij die baas zijn. Voor de mensen die het nog niet weten, vroeger, hé, gaan we nog een keer het wat anders doen, dan de mensen een beetje teruggaan, hé, dat is helemaal weg. Dus en dat gaan we proberen uit te leggen, en om allemaal dat systeem gaan die mensen, is het gedaan. En we zijn er binnen, in Amerika zijn ze met een paar miljoen, België is een beetje traag, ze zijn allemaal traag. Niet vergeten, God heeft de mens gemaakt. Ja? Hey? En de mens heeft de wetten gemaakt. En de overheden. Ja? Goed, en nu pakken we effectief alles terug over. Dus aan de politiekers, pijzen dat ze het goed voor ons zijn, ze zien er niet. Dus, bij deze, heb ik er nog één ding zeggen, en nu gaan we een hele zware ding zeggen, kan ook zeggen wat dat gebeurt. En ze mogen nu lachen met mij, of doen dat ze allemaal wel, ik ga me twee seconden weer neerzetten, ik ga een slokje water pakken. En nu komt de waarheid aan, ik zie dat de harde waarheid wordt zien. En nu gaan we de waarheid vertellen, voor de mensen die effectief alles onderzoeken, hé, en naar David Strait gaan, ga je daar ook tegenkomen. Men altijd zegt van, de vaccinaties zijn er geweest voor mensen kapot te maken. En we gaan nu niet rond de pot rooien. Ik ken dagelijks mensen, de mensen in Blankenbergen, van de goede mensen ook, die hun borst moeten afzetten. Ik ken vandaag ook te weten gekomen van iemand. En ze zeggen allemaal, ja, ze was er wat van leeftijd, of ze kanker, of die of dat. Er zijn genoeg mensen die aan het revalideren zijn, die de naald verlamd zijn. Mensen doe je in de ogen op. Stik je er niet meer achter weg, zit er niet benauwd van. Kom naar buiten en doe de moeite. Want ik, wil niet, ik zou niet wel, ik toch zou niet wel dat ik de namen kreeg, dat men binnen een paar weken, en de paar weken komt eraan, want in Amerika zijn ze alles aan het verzetten en plaatsen en aan het organiseren. Wacht even, past die aan dat ik zei? Nee. De cyberattacks, die komen eraan. Lach me. Het zijn ook, I don't care, hij is verwittigd. De cyberattacks komen aan, de voedseltekorten gaan er komen. Houd je er maar vast, want dan straks ook nog een paar dingetjes zeggen. De voedseltekorten komen eraan. Mensen, doe je er voorraad, bereid jullie voor. Ze willen de chaos. En het is nu dat ik een oproep doe naar alle mensen, maar naar alle mensen toe. Het is de bedoeling dat we samenkomen, dat we verenigen. Kijk, ik ga rustig blijven, dat we verenigen. Dat we allemaal onder onderzoek doen, doet de moeite. Tegen dat ik terugzien binnen een dag of 10, ga ik nog meer info in van nog veel andere dingen. Doe de moeite voor je onder onderzoek te doen. Luister naar de mensen dat ze vertellen. Je gaat langzamerhand wakker worden. Het is een hele hoop informatie. Mag dat je volledig onafhankelijk zit. Leggen dat ik onafhankelijk zit. Dus min kunnen ze niet meer in de bak drukken. Ik zeg nog altijd. De mensen die het is de bedoelingen. Je gaat ook zien. Ja, ik zeg nog de waarheid. De mensen die gevaccineerd zijn. Als je er nu 1, 2 of 3 hebt. Ik zou voorstellen. Probeer het te verzwijgen. Moet ik al zeggen, te verzwijgen, licht dus noods, of doet wat hij wil, zegt dat hij niet gevaccineerd zit, want anders zie je eigendom van de pharma, het zit in de bloed, de mRNA's zit er volledig in, je moet daarvoor niet slim, moet niet wakker zijn ook, wanneer je dat spreekt, nou, je nu ziet dat onze Bill Gates nu die muggenfabrieken, miljarden aan het investeren is in de muggenfabrieken, voor alle dingen, er gaat een nieuw virus komen, ze gaan nu, in Engeland zitten nu zoals het, de muggen komen, die gaat zorgen voor meer dan 50% van de sterfgevallen, dat is gewoon een excuus. Een excuus om te kunnen verantwoorden aan de vaccins. Niet gewerkt en zo'n pandersteen. Ze zijn al gekomen. Wat is dat met de apenpokken, dingen daar, met dit, met al onder leus. Mensen doen gewoon de moeite voor het terug te pezen. Hoe belachelijk dat ze met alle dingen gewist hebben. Doe je onder onderzoek. Probeer het van je eruit. Zet je onder egootjes aan de kant.
En probeer zoveel mogelijk mensen wakker te maken. Doe het desnoods niet voor jezelf, maar maak van je kinderen een toekomst aan. Ik hoop dat er veel kindjes niet gedaan hebben, maar de naald van de bevolking is gevaccineerd. Ze verwachten 1,5 miljard slachtoffers nog. Ik ga nu terug, ik ga nu morgen vertrek ik terug, nog op onderzoek. En ook dan terugkomen moet ik nog geen dingetje doen en dat is dan ook goed. Dus mensen, doe je er onderzoek, doe je er eigen, probeer het allemaal zelf te doen. Het is met hun eigen ogen dat je het gaat zien, dat heel, gaat er heel slecht aan toe gaan. En het is de bedoeling dat ze chaos willen creëren tussen de mensen, de honger gaat te komen. En toen gaan de leeuwen veranderen, in, de schaapjes veranderen in leeuwinnen bij de vrouwen. En toen worden de mannen de leeuwen. Ik zeg nou, oké, donderdag had ik het heel lastig, omdat ik weet dat er veel mensen de vaccins gepakt hebben voor je te kunnen gaan drinken op café, voor een prijzen te gaan. Omdat ze zorgen zitten aan de vrijheid afgepakt worden. Nu is het gewoon weer, het zijn allemaal festivaletjes. Ik zie het ook allemaal passeren met mijn Facebook. Ik zou zeggen, mensen, geniet van de zonne, maar ooit je ondergreet, want het komt eraan. Ja, nu is aan Hans, je is uit paniek. Ik zou geen paniek proberen aan de mensen te rusten. En dat ze bewust aankomen, want het niet al aankomen, gaan er nog veel meer zelfmoorden zien. Het is nu al een massaal meer zelfmoorden, ongelooflijk bij de kinderen. Lekker wat je zegt, in de ziekenhuizen zijn er veel kindjes die zelfs doodgeboren worden, men dat nog nooit had, dan de bepaalde crèches ook in de handen komen van de staat. Wat zijn er gaan zeggen, hoe lang je kind op school moet doen, wanneer we de crèche moeten doen. Dus dat gaat allemaal gebeuren, dat is allemaal gebeuren, maar we zien niet meer, omdat we, oftewel willen we niet zien, of zijn we te bang voor te kijken. Maar doe je er ogen aan, open, en kijk er effectief naartoe. En probeer de strijd samen aan te gaan. Ze doen nu weer wat onder mijn neuzen. Ja. Ja. Dus ik heb ook aan de statistieken zeggen ook dat er meer of meer of 30% kinderen sterfgevallen zijn. Ik zie andere dingen ook. Ik kan foto's tonen van kindjes die niet gevaccineerd zijn en kindjes die wel gevaccineerd zijn, dat er een serieuze grot is, dat er nog nooit ziet en dat kindje die toch wel manier van spreken gevaccineerd is, dat het probleem niet met eten, problemen met dit en met dat. Het is te zot voor woorden, mensen. De grootste genocide is gebeurd. Lekker of dat je ziet, we zijn nog nooit effectief uit Wereldoorlog 2 gedaan. Maar meneer Verdrag het in 1947, die ons bij de nekken eet als Belg. Hey, dat we volledig vasthangen. Ons belastingsverdrag staat er ook in. We betalen maar belastingen. En de Pols betalen we belastingen. Belasting voor dit, dat, CLA, Hunteren. Ze kunnen beurnen binnenkort een eetlot op de wc. Of dat ze een koord gaan steken in je wc. Dat je gewoon moet betalen per veel stront dat je in je wc steekt. We betalen nu al taxen genoeg voor de stront te komen. Nou, maar niet wat spreken. Maar het is uit. We kunnen er een beetje mee lachen. Ik zou zeggen, mensen, doe je een onderzoek. Lekker wat je zegt. Vanaf vandaag ben ik heel blij dat Blankaard effectief dood is vanaf vandaag. En dat de nieuwe identiteit Hans op de wereld teruggekomen is. De vlaggen zijn ook aan het maken. Mijn kleine wapenschild is ook aan het maken. De vredevlag is ook in de maak. Normaal moest die klaar zijn, maar ja, doordat het een beetje overal is, een beetje moeilijk gaat. De vredevlag is de Belgische vlag, maar plat. Dat is ook zoiets, want dat dan de volgende keer een beetje meer uitleggen wil hebben. Maar als je alles een beetje volgt, pardon, en je er onderzoek doet, komt het er goed en gaan we er bovenop komen. Dus mensen die onder eigen onderzoek, doe terug aan eigen kennis, doe terug de boeken open en schaaf je er allemaal bij, want het gaat van jezelf afhangen en niet zeggen achterna, ik wist het niet. Ja? Goed, en bij deze gaan we afsluiten met het weer. Ze spreken van mooie hitte temperaturen de komende dagen. Goed insmeren is de boodschap, zeggen ze altijd. De hittegolven die zijn eraan. De patatjes worden veel minder van de dag. En ik hoop iedereen, voor je wat. En het wordt, ik weet niet wat voor weer dat van morgen zien. Dus ik ga ook naar Mexico. Oh, ik had het zeker. Dus ja, tomorrow ga ik naar Mexico, mensen. Het zijn dan de temperaturen dat 45 zijn. Ik ga naar de Maya's, ik ga het toch zijn. I don't care, I don't give a... Ja, weet wel, het zand me niet aan, anders kun je het ook niet op YouTube zijn. Dus morgen vertrek ik naar Mexico, mensen. Ik ken daar bepaalde mensen die in bepaalde groepen zitten, die al lang soeverein zijn. Ik kan nog wat gegevens van ophalen. Voor de mensen die willen weten hoe dat ik alles betaal, geen probleem. Ik heb ook mijn vakantiegeld gehad, dus en doe met mijn vakantiegeld wat hij wilt. Want de zaak, de Kingsclub, gaat ook dicht voor een week. Dat al het personeel die zoals heet bij mij als slaven werken, dat is ook allemaal slaverij zijn, maar hoogst wat. Het is wat dat is. Mensen gaan ook allemaal op vakantie. Ik heb zelfs een berichtje gehad van, ik ga toch zeggen, wat I don't care, een klein Chinees, de Chinees die hier bij mij werd, die mens werd heel goed. Het zijn andere mensen die denken dat ik hem misbruik en dat hij ook niks heeft. Je hebt een paar eigendom in Bhutan, je hebt een eigendom hier, einde van de straat, je is rieker of een kek. Dus bij deze, het is geen echte slaaf, je doet het met liefde. En voor de mensen die nu naar de kind komen, weet je dat je aan het openbloeien is, maar effectief nog één kok. dus bij deze, dat is het. Je amuseert hem. Tot en met. Nog een keer mensen, het weer, het zal heet zijn, heel heet.
oppassen voor de opwarming van de aarde. Het ijs is aan het smelten, de patatten zijn kapot, zijn ondertussen 40% duurder geworden. Maar wij gaan onze prijzen niet aanpassen, omdat we weten dat moeilijke tijden gaan. Dus voor alle mensen die nog een beetje betaalbaar eten willen, kunnen nog altijd naar de King's Club komen. Maar niet deze week, vanaf 2 op 3, vanaf 4 juni zijn we dan terug open. Net als heet, onze champetter is terug weg. Omdat het personeel ook allemaal weg had. En ik zie ook personeel, dus ik ga ook vertrekken. Dus en bij deze mensen, stay safe, hoe doen er goed? Doe je onderzoek. Het was leuk. Binnen een dag of 10, ik ga nog even live vanuit Mexico bij de Maya's. De geschiedenis van de tempels ga ik gaan opzoeken. Voor nog een beetje meer bevestiging dat de geschiedenis klopt. Iedereen stay safe. Doe je onderzoek. Tot de volgende. Bye bye.